De actie van de bond bij 's Lands Hospitaal is vandaag opgeheven. Het personeel beschikt eindelijk over zijn salaris voor de maand juni. Volgens informatie van de bond heeft verzekeringsmaatschappij Self Reliance 1 miljoen SRD overgemaakt, waardoor de lonen uitbetaald konden worden. Samen met de directie van het ziekenhuis werkt de bond eraan om het salaris van het personeel voor eind juli veilig te stellen. Ook het vakantiegeld wordt in orde gemaakt. De directie van 's Lands Hospitaal heeft ook een bericht de deur doen uitgaan om naar haar mening de juiste weergave van zaken te doen. Ze wil namelijk voorkomen dat zaken een eigen leven gaan leiden. De directie geeft aan dat het nooit zo is geweest dat de inhoudingen voor andere doeleinden zijn gebruikt. De financiële middelen waren alleen toereikend om netto salarissen en kritische crediteuren uit te betalen. Aldus een fragment uit het bericht van 's Lands directie. Vandaag is zij met inspanning van de vakbond erin geslaagd de salarissen voor de afgelopen maand uit te betalen. Ook is er een begin gemaakt met het overmaken van een deel van de inhoudingen aan de banken. Door deze acties is de zorgverlening naar het bredere publiek toe wederom gegarandeerd.